ben benieuwd. We gaan het zien. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt. Hey, hey. Het is vrijdag en studiedag, dus we hebben heerlijk uitgeslapen. Echt mega fijn. En ik wil zo even met Sarah weg. Even kijken of het lukt naar Monkey Town. Mag ik het nieuwe jurk laten zien? Dat we het tegelijk laten zien. Oh, wil je het samen laten zien? Ja. Oké. Nou, ik laat Sarah eerst zien. Sarah is H&M, hoed en jurk. En de Ipanema sandalen, en die draait in de kamer rond. En ik heb deze top aan van Friends Connection, broek van Lofty Manor en ik heb nog geen schoenen aan, want ik ben net uit de douche. En mijn haar is weer aan het drogen. En ik ga nu eerst een soep maken. Ik ben af en toe een beetje koekoek. Sarah heeft dadelijk ook zwemles, dus dan wil ik vast nu soep maken. En dan kunnen we na zwemles gewoon gelijk eten. Plus ik vind dat altijd lekkerder als die al staat. En hem dan weer even opwarmen. Op de een of andere manier smaakt hij dan gewoon beter. En de soep staat klaar. Oh, ik vind het zo lekker altijd. Joet! Dankjewel. Kijken of dat grote lijf van mij door die kinderopeningen weer gaat. Je moet echt geen 2 meter zijn als volwassene. Ga maar. Klim maar. Ja. Ga ik het ook weer proberen. Oh. Mijn jurk. Ja, ik zie het. Heel je jurk hangt er. Nou. Dat gaan we eens proberen. Moet je wel even klimmen, mop? Want ik ben een beetje groot. Als je het lijf blijft staan, dan kom ik helemaal niet naar boven. Oh jeetje. Ik ga het echt zo klein. Maar ik zag dat de camera niet echt meehelpt om te klimmen. Maar... Ze is gewoon nog lang boven. Oh, wat voel ik me nu oud. Dat zij er gewoon wel al is. Hey, kijk, mama komt eindelijk ook aan. Ik heb me er doorgewurmd. Doen we deze of de gele? Deze? Oké. Dit is altijd helemaal leuk. Hier erbij. Kijken of ik er weer onderdoor pas. Oh. Zo. Kijk, ik pas ook niet onder. Ik doe zo, kijk. Ja, maar moet je voorstellen, mama is een stuk langer. Wacht even. Handjes. Even wachten. 3, 2, 1. Nee, 1. Ja. Jij gaat altijd veel harder voor mij dan ik. Dat valt mee. Woe, zo, ik stuit helemaal naar boven. Ja. Oh. Dag, Ivoort. Tijd om lekker heel ongezond te gaan lunchen met dit kleine monstertje. Nou, we krijgen er voor vandaag nog een gratis sauna bij. Smal die airco hoog aan. Tot 1000. Blijf nog even netjes wachten. Er staat een meisje die volgens mij examen. Dan gaan we het niet nog moeilijker maken. Dat het zo zenuwachtig gaat. Even snel naar huis en dan naar zwemles. Ik heb alles al voor ingepakt. Dus zo ga je naar de zwemles. Nou, we zijn wel geteld 5 minuten thuis. Ik heb mijn haar vastgenomen, want in het zwembad is het nog warmer. En we gaan weer de auto in. Nou, we krijgen gewoon nog een keer de sauna. Die auto heeft een kwartier op de parkeerplaats staan. Die is weer net zo heet als net. Misschien nog wel heter. Ik zat me net te bedenken. Het is al de laatste zwemles voor de zomervakantie. Volgende week hebben ze diploma zwemmen, dus dan is er geen gewone zwemles. En de week daarna heb je, als het goed is, weer dat je met je ouders kan zwemmen, dus dan ga ik mee.
Dan gaan we samen, maar dat is geen les. Dan is het vrij zijn. Maar het is wel leuk, want dan kunnen we helemaal zonder hulpmiddelen in diepen, omdat je er natuurlijk de hele tijd bij bent. En alle... Water kan ik dan ook. Ja, kan je alles oefenen. En alle leerkrachten, zeg maar, zwemdocenten, die staan allemaal op de kant. Dus ik bedoel, de toezicht is zo hoog dat je gewoon heel erg kan oefenen. Dus dat is mega handig. En daarna is er deze vakantie geen les, dus het is alweer de laatste keer voorlopig. En de vlog. Klaar met de zwemles. Ik stond nu lekker in de schaduw, dus nu is het niet goed te doen in de auto. Ik kom lekker bewoorden. En ik zit net te vertellen dat we over 2 weken dan een soort vrij zwemmen en zo hebben. Zo deden ze het ook elk jaar. Maar dit jaar gaat het anders worden. Ik ga dit jaar echt de zwemles mee moeten doen. Dus ik krijg halverwege A-diploma les. Ben benieuwd. We gaan het zien. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten, dus even snel bij deze en dan start ik gelijk de nieuwe. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten en dan zie ik je morgen. Doei!